Hoi, ik ben Tommy, de leukste toaster. Wil je mijn heerlijke toasters proeven? Tommy's Toast! Als je de toast ziet vliegen, vang je ze met je pannetje en vul je je bord. Mm. Maar vang geen toast met een rotte vis. Jakkes! Met Tommy Toaster, een springlevend ontbijt. Als je durft, kun je mee op een ontdekkingstocht met Huisje, Boompje, Beestje. Dit wordt ons feestje. Kom op, ga je mee. Hey, doe je een beetje rustig aan. Toch ga je niet om met meisjes. Jongen, jongen. Haha, leuk Raaf. Help liever even mee met zoeken. Ik ben mijn horloge kwijt, grappen maken. Tja, ja, ja. Dan moet je maar beter op je spullen letten. Ja, dat probeer ik ook. Maar jij maakt er altijd zo'n zooitje van hier. Nou ja. Nou is het mijn schuld weer. Tuurlijk. Alsof jij altijd zo netjes bent. Hè? Hier, die bal. Die ligt er al weet ik hoe lang. En die is niet voor mij. Ja, en hier dat tennisracket is ook niet voor mij. Nee, dat ja, was dus... Nee, hier. En dat horloge, dat slingert ook overal rond. Horloge? Waar? Ja, nou daar op waar? De kist. Ha. Ha. Zo, eindelijk. Hé, hey, au. Zeg, doe dan rustig al, man. Ja, oké, Raaf. Au, je knijpt me ook. Jongen, jongen. Misschien moeten we allebei wat netter zijn. Mm. Ja. We hebben er wel een beetje een puinhoop van gemaakt. Ik denk dat we een paar regels nodig hebben. Ja, goed idee. Ja, 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 ja. Ja. En, als je binnenkomt, dan niet de deur open laten staan. Goeie. Ja, ja. En als je chips hebt gegeten, meteen stofzuigen. Ja. Hoezo? Nou, omdat je altijd allemaal kruimels in het rond strooit, bijvoorbeeld. Nou ja, zeg. Ja, je zou sowieso wel wat minder chips kunnen eten, Raaf. Wat? Hoezo? Ja, met je dikke pens. Nou. Hallo zeg. Ik zeg er toch ook niks van dat jij uren voor die spiegel staat? Wat? Ja, ijdeltuit. Oh, het moet je hem horen, plofkip. Wat? Oké, nou dan schrijf maar op. Verhet moet in het clubhuis voortaan zijn mond houden. Oh ja. Ja, er komt toch alleen maar onzin uit. Dan moet jij zo nodig zeggen. Ik heb tenminste een mond en niet zo'n rare snavel zal. Oh ja? Nou, liever een snavel dan dat gekke hoofd van jou. Ja, maar jij hebt anders van die... Moet je kijken, man. Dat ziet er toch niet uit? Dan kan je wel uren voor die spiegel gaan staan, maar aan die oren verander je niks. Mijn oren? Ja, en die neus dan? Mijn neus? Wat is er met mijn neus? Belachelijk! Alsof je keihard tegen een muur bent aangelopen. Raaf, hou op. Ik vind het niet meer leuk. En dat haar, hè? Dat gaat echt niet beter zitten, hoor. Als je er maar lang genoeg aan zit. Oké, ik ga weg. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, kom terug. Ik kom er net lekker in. Hey, Fred. Heb je kam wel bij je? Wat lachen. Ja, nou ben ik alleen. En ik zat er net zo lekker in. Hoi, slakje. Ja. Slijmbal. Raaf ook altijd met zich gepest. Pak me echt altijd met die geintjes van hem. Hij is er ook nog eens ontzettend goed in. Oh, wacht maar. En ik ga allemaal dingen bedenken die ik allemaal tegen hem kan zeggen. Wacht eens even. Raven zijn altijd zwart. Dus het is eigenlijk heel gek dat Raaf wit is. Mooi. Mooi. Bleekscheet. Ja. Of. Witkip. Kijk eens wat een stoere gast aan loopt. Ja, het is groot. En lek jasje zegt. Hé. Hey, hoe bedoel je, hij is groot? Bent u groot? Ja. Nou, we gaven je net een complimentje. Oh. Hoezo dan? We hebben een complimentjesclub. Waar? Kom.
laten verzinnen. Wat een lekker jas heb je aan. Leuke schoenen. Je hebt ook leuke schoenen. Leuk vestje. Mooie haren. Leuke broek. Jij hebt een leuke legging aan. Leuke tanden. Leuke sproetjes. Leuke oren en speltjes. Oké. Ik snap hem. Waarom doen jullie dat dan? Omdat het kan. Precies, omdat iedereen heeft iets bijzonders. Ik heb bijvoorbeeld stekeltjes haar. Ik heb een groene broek. En ik heb bijvoorbeeld altijd deze muts op. Mijn tanden staan een beetje scheef, kijk maar. Mijn haar is heel vaak in de war. Ja, iets... Dat er wel eens. Je kunt er iets gemeens over zeggen, maar ook iets aardigs. Oké. Zeg eens wat aardigs over mij. Leuke oren. Leuke schoenen. Dankjewel. Coole broek. Oh, thanks. Leuk vestje. Cool horloge. Ja, dankjewel. Wat ziet je haar leuk. Ja, dank je. Ik ben gisteren naar de kapper geweest. Wat een mooie tanden. Hey, jij daar. Vlaamse gaai. Middeltje. Met je zwarte veren. Dat kan toch niet, man? Wit is de mode. Hey, jij daar? Met je gekke jurk. Hey, joehoe. Hey, zo'n jurk. Dat is toch belachelijk ouderwets? Joh, je lijkt wel een oud omaatje. Hey. Nou, ik heb tenminste nog kleren aan. Je zit gewoon in je blootje. Huh? Ja, vind je dat normaal of zo? Je bent op tv hoor, in een kinderprogramma. Zeg, gaan we bij de hand doen? Ja, en wat er nog? Wat ga je er dan doen, hè, met die bolle ogen van je? Huh? Nou, ik heb er tenminste twee. Jij bent een oor kwijt. Lekker belangrijk. Huh, wat? Ik zou me maar meer druk maken op die maffe pootjes van je. Dat je daarop kan staan, joh. Nou, moet je eens goed luisteren, pommel. Jij bent ook nog... Je geeft me toer af. Je lijkt wel een kip. Maar, nou, jij lijkt wel een... Oké, dus jullie zijn heel de dag op zoek naar bijzondere dingen om daar dan iets aardigs over te zeggen. Ja, en dat lukt ook altijd. Oké, maar er zijn ook mensen die dat juist gebruiken om elkaar te pesten. Dat is toch helemaal niet leuk, pesten? Complimentjes geven is toch veel leuker? Wij vinden mensen die andere mensen pesten eigenlijk een beetje zielig. Zielig? Oké, maar waarom doen ze het dan? Omdat de mensen die zelf pesten misschien bang zijn dat zij zelf worden gepest. Dus als zij denken van, als ik eerst pest, dan word ik niet gepest. Oké, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ik denk dat als je zelf heel blij bent, dat je helemaal geen zin hebt om andere mensen te pesten. Oké, dus eigenlijk kunnen mensen die andere mensen pesten wel een knuffel gebruiken. Of een complimentje. Ja. Arme Raaf. Die loopt iedereen zo ontzettend te pesten. Ja, die voelt zich natuurlijk ontzettend rot. Nou, weet je wat? Ik ga hem gewoon complimentjes geven. Strakkies. Wacht. Misschien moet je eerst nog even oefenen om complimentjes te geven. Ja, dat is een hele goeie. Even kijken. Hey, wat heb jij een mooi blond haar, zeg. Oh, dank je. En? Dat was niet zo bijzonder. Eén punt. Eén punt? Kijk, dat kan iedereen zeggen. Je moet een beetje creatief zijn. Ja, één punt. Kan je met complimentjes geven punten scoren? Ja. Oké, dat wist ik niet. Let op. Jij daar. Die groene broek. Hij is heel mooi groen. Dankjewel. En? Vier punten. Ah, dat kan beter, Fred. Kom op. Hoi, hallo. Jij praat alsof je rapt. Dankjewel. Negen punten. Negen punten, vet. Ik ga lekker. Dit is best leuk. Elkaar complimentjes geven. Ik vrolijk er helemaal van op. Jongens, ik heb een plan. Waarom gaan jullie niet mee naar het clubhuis? Is goed. Ja? Ja.
Raaf kan best wel wat complimentjes gebruiken. Oké. Ga je mee? Ja. Hé, strakjes. Strakjes. Groetje Raaf, hè? Ja, ga ik doen. Stomme kip. Zeg hem niks meer tegen jou. Hé, hey, Raaf. Wat? Wat is hier aan de hand? Nou, Pommel loopt me te pesten. En ze is er ook nog veel beter in dan ik. Ja, dat is niet leuk, hè, Raaf? Helemaal niet. Weet je wat je eens moet proberen? Complimentjes geven. Ja, dat is veel leuker. Oh ja? Ja. Als je bij iemand iets bijzonders ziet. Bijvoorbeeld een dikke bril of grote oren. Ja, of een snavel. En dat je daar dan iets aardigs over zegt. He, zoals, wow, Raaf, wat past jouw snavel eigenlijk goed bij jou? Vind je? Ja, en wat heb je ontzettend mooie veren. Oh, dankjewel. Nou, graag gedaan. Ik vind jou, ik vind jou een heel mooi clubhuis hebben, ja. Oké, dat vind ik ook. Nou, Raaf, kom op, doe even wat meer je best. Je kan ook heel goed pingpongen, ja. Nou, dankjewel. Dat is best leuk. Precies, dat zei ik ook. Kom op, we gaan elkaar gewoon complimentjes geven. Ja. Leuk! Wat heb jij mooie ogen. Nou, dankjewel. En wat heb jij prachtig mooi haar. Dankjewel. Wat ben je toch enorm sterk, vet. Nou, dankjewel. En jij bent ook hartstikke lief, Pommel. Nou, ik vind jou ook best lief, Raaf. Weet je wat? We gaan er gewoon een liedje over zingen. Ja. Leuk liedje! Wat vind je toch leuk, zeg? Nou, jij bent ook grappig. Wat is het hier een feest? Je hebt mooie ogen. En jouw witte veren, die glimmen echt het meest. Oh, nou, bedankt voor het compliment. Graag gedaan. Concert naar mezelf. Het is toch veel leuker complimentjes te geven, complimentjes te krijgen. Is heel lekker uit, is leuk voor de ander, is leuk voor ons allen. Het pesten en plagen is klaar. Ja, echt. Vanaf nu zijn we lief voor elkaar. Wat kun jij goed zingen? En wat sta jij te swingen? Wat is het eigenlijk vet? Om samen te werken, dat kan iedereen merken. Zo, jij hebt het opgelet. Oh, nou, dankjewel. Van zeg naar mezelf. Kom op. Het is toch veel leuker complimentjes te geven, complimentjes te krijgen. Je speelt lekker ijs, is leuk voor de ander. Veel leuker. Ja.